Al bijna 30 jaar heb ik prachtige gesprekken in de vensterbank van het Betty Asphalt Complex. Met zeer uiteenlopende mensen, bekend en onbekend. Ik zag net bijvoorbeeld een jeugdige Hans Dorrestein voorbij komen. Maar ook Greetje Kouwveld, Ramse Shaffy, Frederik Spich, Tigo Gernand, Ellen ten Damme. Gasten die voelen zich thuis in de vensterbank en ik denk dat we het nu ook weer gaan merken. Nou, wat leuk dat u kijkt. En ik ben zo blij, want ik heb nu in de vensterbank Jaap Holtappel. En die bewonder ik al heel lang. Die stond vroeger ook aan het hoofd van de Avenue, onder andere. Hè? Mm-hmm. En heeft prachtige boeken gemaakt. Ik heb hem al eerder in de vensterbank gehad. En nu even eerst met de vingercamera. Even zo de herkenning. Weer, dat vinden de mensen thuis ook leuk, ook dat ze even zien wie ik nou eigenlijk in de vensterbank heb. En even kijken, prachtige uitzicht, zie je, die rare keten ook die hier maar niet weggaat, volkomen zinloos, maar goed, dat terzijde. En waar kom je nu mee? Wat heb je gedaan, Jaap? Ik heb een heel zwaar jaar achter de rug. Ik heb vorig jaar een koffietafelboek over Rob Scholten gemaakt. Oh, en daar ben ik nog steeds van aan het bijkomen. Ja, want wat was het zware dan daaraan? De samenwerking met Rob Scholten is, zoals mij ook was voorspeld, heel zwaar geweest. Oh, ja. Ja. Omdat hij een groot kunstenaar is en tegelijkertijd een moeilijk karakter misschien? Ja. Ja, ik weet van Rob Scholten heeft de Rietveld Academie gedaan. Van 1978 tot 1982. Ja. En zijn beste vrienden hebben mij verteld dat hij zeker geen makkelijke jongen was. En dat is waarschijnlijk verergerd door die afschuwelijke aanslag op zijn leven in 1994. Ja. Ja, mag ik even heel kort samenvatten? Rob Scholten is een van de grootste Nederlandse beeldende kunstenaars. En er is een aanslag gepleegd, niet op hem, maar op waarschijnlijk een advocaat. Hè? Oscar Hammerstein. Die dezelfde auto had, maar dat is ook nog maar niet zeker. Maar in ieder geval heeft hij het overleefd, maar moesten wel zijn benen waren eraf. Ja, het klinkt een beetje bot ineens, nu ik het zo zeg, maar... Ja, ik denk dat het levensverhaal van Rob Scholten kun je maar het beste heel open benaderen. Rob Scholten is echt iemand die alles zelf benoemt. Die ook een paar weken na de aanslag zijn geamputeerde benen heeft laten zien in de Avenue. En... Hoe was jij daar nog... Wat deed je bij de Avenue? Was art director... Ik was marketingmanager daar. Ja. En ik heb een paar jaar geleden heb ik een heruitgave van Avenue gemaakt. Ja. En die iconische foto van Rob Scholten die voor het eerst zijn geamputeerde benen laat zien op een spread in de Avenue. Ik wist meteen dat die in de heruitgave moest komen. Ja. En toen hebben we dat gekoppeld aan een interview... anno 2015 door dezelfde personen als in 1995... En toen heb ik een leuk contact met Rob Scholten gekregen. Mm. Ik kan me herinneren, ik ben in december van 2015 het boek gaan aanbieden. Ja. En ik was heel bang, want iedereen zegt altijd... Rob Scholten is altijd boos en hij is paranoia. Maar ik ontmoette een ongelooflijk lieve, geïnteresseerde man... met een schat van een vrouw en twee kindertjes. Een meisje van toen 11 en een jongen van toen 16... Dus ik was eigenlijk helemaal overdonderd door de vriendelijkheid waarmee ik werd bejegend. Ja. En toen is er een heel erg leuk contact ontstaan. Natuurlijk vaak via Facebook Messenger, maar ook nog een paar keer persoonlijk. En toen was ik in 2017 was ik eigenlijk op een doodpunt beland. Ik had helemaal niks te doen. En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga Rob Scholten vragen... of ik een koffietafelboek mag maken voor zijn 60ste verjaardag. Oh, en toen zei Rob, weet je wel wat je aan me vraagt? Ik kan niks uit handen geven. Ik denk altijd dat iedereen me loopt te blazeren. En toen zei hij meteen daarachteraan... alsof hij zelf zijn woorden aan het herhalen was in zijn hoofd. Nou, als jij het wilt, dan mag dat.
Ach, wat een leuk. En een koffietafelboek voor de mensen thuis die dat niet weten. Dat is een boek voor op de koffietafel. Maar dit zijn meestal grote boeken. Nou, dit is het. Ik wou u een exemplaar aanbieden. Oh, god. Och, dat emotioneert mij. Ja, ik vind het altijd nog heel erg bijzonder om het boek te overhandigen. Omdat ik zo blij ben dat het er uiteindelijk toch is gekomen. Ja. Er zit nog wel een vliesje omheen. Oh, ja, maar de cover die kan je wel zien. Dit is wel... Wat een groot... Ja, het zegt niks over de kwaliteit, maar wat een zwaar boek is het ook, zeg. 2,1 kilo. 2,1 kilo. En ik kan het wel... Dat kan ik wel zo. Ik kan het ook wel 10 keer doen. Maar dat is niet de bedoeling daarvan. Maar werkelijke waarden. Ja, dan wil ik het ook openmaken. En moet je een scherpe nagel hebben? Oh, je hebt er rekening mee gehouden. Een schaar. Ja, ik moet het zelf doen dan, hè, zonder het te beschadigen. Kijk, dat is het wel het fijne van Betty Assad TV, dat we de tijd hebben. Normaal, bij een normale uitzending zouden we meteen zeggen, dan gaan we knippen. Of kan het niet een beetje sneller, mevrouw Dolman? Weet je wel, dan krijg je dat door je oortje. Maar dat hebben wij dus niet. En ik doe het begin dus wel met de schaar, maar daarna vind ik het vingerwerk belangrijker. Zal ik u helpen met het vingerwerk? Ja, graag. Want dat moet met de hand, echt. Zo. Zo. God, dat ben ik erg benieuwd. Ik zou het ook nog voor de zekerheid even zo laten zien. Mevrouw Dolman, ik ben er zo trots op. Ja. Echt, goh. Ik heb er een jaar aan gewerkt en het is dan uiteindelijk toch tot stand gekomen. Ja, de mensen moeten het ook... Want waar is het eigenlijk te koop? Het is nergens te koop. Mijn werk is niet louter ironie. De basis is toch de ellende. Dat is ook een uitspraak van hem. Ja. Ik heb het boek eigenlijk helemaal op hem afgestemd. Ik was niet geïnteresseerd in wat andere mensen van hem vinden. Ik heb hem helemaal zelf aan het woord gelaten. Want ja. Rob Scholt is natuurlijk een geweldige prater. Heeft hele interessante interviews gegeven door de jaren heen. Dus laat hem maar lekker praten. Ja. Oh, maar... En daar ben je dus 3 jaar mee bezig geweest, hè? Nou, met alle voorbereidingen, ja, uiteindelijk wel. Hè. Je moet eerst contact krijgen met Rob Scholten, die toch een beetje argwanend is. En dan moet je alle kunstwerken gaan opzoeken, bij de musea langs om in het archief te duiken. Ja, daar ben je wel een paar jaar mee bezig. Nou, zeg maar, dan is het resultaat, mag er dan... ook zijn. En ben je nu ook tevreden dat het af is? Ja, ik ben opgelucht. Maar het gekke is dat Rob Scholten heeft het boek zelf nog niet bekeken. Oh, nog niet? Wil hij niet? Oh, dat wil hij niet. Nee. Maar dat heeft ook wel iets grappigs. Ja, het heeft wel iets aparts. Ja. Hij heeft het... U moet zich voorstellen, Rob Scholten is... Vorig jaar in april uit zijn museum in Den Helder geflikkerd. Ja, dat is waar. En er is nog een rechtszaak gaande. En nou heeft hij een gedeelte weer gewonnen. Hè? Dat de gemeente fout bezig geweest is met hem eruit te flikkeren. Nou, u moet zich voorstellen. Tot 17 april, de dag van de uitzetting, dat was een dinsdagmiddag, had ik met Rob Scholt een heel relaxed contact. Ik mocht hem vragen stellen, hij gaf meteen antwoord. Ging allemaal prima. En toen kwam de uitzetting en vanaf dinsdagmiddag was het over en uit. Oh. Rob Scholten is natuurlijk door de aanslag op zijn leven totaal getraumatiseerd. Ja. Dat kan iedereen zich voorstellen. En dan is het nog wel misschien het allerergste dat de dader nooit is gepakt. Moet je je voorstellen, je benen worden geamputeerd tot boven de knieschijven. En al 24 jaar lang loopt de dader vrij rond. Daar zou iedereen helemaal gek van worden. En de uitzetting uit Den Helder, samen met zijn vrouw en kinderen, heeft dat trauma getriggerd.
En vanaf 17 april was er met Rob Scholte voor mij in ieder geval geen land meer te bezeilen. En toen heb ik het boek eigenlijk in mijn eentje af moeten maken. En daar ben ik wel verdrietig over, want ik vond het heel leuk om met Rob Scholte samen te werken. U moet zich voorstellen, op 17 april kwam er een team van agenten Rob Scholte en zijn vrouw en dochtertje overvallen. De zoon, die toen in zijn eindexamenjaar was voor het gymnasium, was toevallig op school, gelukkig maar. Nee, het was omgekeerd. De zoon was thuis aan het leren voor zijn eindexamen en het dochtertje was gelukkig op school. Toen werden zoon en echtpaar Scholte werden overvallen door 20 agenten. Kregen meteen een verbod om binnen 200 meter van hun eigen museum en appartement te komen. En werden toen eigenlijk met pek en veren Den Helder uitgegooid. Toen zijn de vrouw van Rob Scholte en haar kinderen, hun kinderen, zijn naar de ouders van Lijsje Scholte gegaan in Amsterdam. En Rob Scholte is gaan zwerven. Het is bijna emotioneel om over te praten hoe erg dat is. En Rob Scholte heeft ook in korte interviews in de eerste weken na de uitzetting aangegeven: wat mij en mijn gezin is overkomen is erger dan de aanslag op mijn leven. Want het gaat nu niet alleen om mij, maar ook om mijn gezin. Dus dat Rob Scholte het boek niet wil inkijken. En dat Rob Scholte boos is op de gemeente Den Helder. Ik gun het hem allemaal van harte. Want wat de gemeente Den Helder deze man heeft aangedaan, het is treurig. Ja. Maar misschien als Rob Scholte dit ziet, of als vrienden, want hij heeft toch ook nog wel vrienden. Een paar nog, want hij maakt met iedereen ruzie. Maar ook dat gun ik hem. Als iemand dat ziet, dan weet hij in ieder geval dat jij totaal met hem meeleeft en de aanval op de gemeente Den Helder opent. Ik heb vorige week of een paar weken geleden een interview gegeven aan het Haarlems Dagblad over mijn boek. En toen heb ik, naar ik zelf vind, heb ik de essentie van dit drama heb ik goed verwoord. Mag ik dat voorlezen? Ja, dat mag. Dan zet ik wel even mijn oude mannenbril op. Maar je hebt het wel al. Ik kan ook nog even laten zien de kop, Rob Scholte. Het is een roofboek. Dat Rob zegt, het is een roofboek. Ik gun het hem allemaal van harte. Hij mag zeggen wat hij wil. We leven in een vrij land. Wat heb ik gezegd over de uitzetting van Rob Scholte? Holtzapfel neemt het de gemeente Den Helder kwalijk dat die tot ontruiming is overgegaan. Rob is door de aanslag in 1994 zwaar getraumatiseerd. Zijn auto is opgeblazen. Hij is zijn benen kwijtgeraakt. Waarom overval je hem dan met een heleboel agenten en flikker je hem uit zijn museum en Den Helder? Iedereen begrijpt dat hij daar een zware terugslag van kon krijgen. Het is bijna misdadig. Binnen een paar dagen was het niet meer de Rob Scholte die ik kende. Ja. Maar ja, dat heb je eigenlijk ook al wel zelf zo gezegd. Ja. Bij mij heb je het nog duidelijker gezegd, vind ik zelf. Hoor, ja. Dan in het gesprek. En nu maakt Rob Scholte kans op miljoenen euro schadevergoeding. Hij is iemand die nooit opgeeft. Ja. Hij heeft een topadvocaat die al jaren voor hem werkt. Moet je bril trouwens niet weer afzetten? Ja. Anders dan denken de mensen dat je hem altijd op hebt. Maar, dus hij heeft een topadvocaat, maar hij aanvaardt het boek ook niet. Want het staat in een roofboek. Wat vindt hij daar dan van? Ja, Rob Scholte is natuurlijk toch gestoord.
Of je nou zegt dat hij leidt aan een groot trauma of dat hij gestoord is, het komt toch op hetzelfde neer. Ja. En Rob Scholten maakt uiteindelijk met iedereen ruzie, dus blijkbaar ook met mij. En dan wordt hij opgebeld door de redactie van het Haarlems Dagblad en dan vragen ze Rob Scholten, heb je een weerwoord? En dan roept Rob Scholten, het is een roofboek, en dan gooit hij de hoorn op de haak. Dus ik hou van die man. Hij mag zeggen wat hij wil. En het is een enorme eerbetoon aan hem eigenlijk. Mm-hmm. Als ik het zo zie eigenlijk. Dus jij houdt van hem en je hebt een ode aan Rob Scholten. Je leeft met hem mee. Je vindt dat hij gestoord is. En ben je zelf niet gestoord? Ik ben zelf manisch depressief. Nou is ook wat. Dat is ook niet niks. Dat is ook behoorlijk gestoord. Ja, en dat is hij dan weer niet. Nee, maar doordat ik zelf gestoord ben, kan ik me heel goed inleven in andere mensen die ook gestoord zijn. Want wat is het voordeel van manisch depressief zijn? Dat je heel creatief bent. En het nadeel is dat je uit evenwicht kunt raken. Ja. En als je manisch bent, dan ga je al je geld uitgeven. Oh, ja. En als je depressief bent, dan kom je in een half jaar je bed niet uit. En nu ben je manisch? Ik ben nu in evenwicht. Oh, nu ben je in evenwicht, ja, maar zo zie je er ook uit. En, ik zit in een goede flow. Ja, dus je bent een bevlogen, je bent zelf een bevlogen kunstenaar. En in je niet-manisch depressieve periode maak je prachtige boeken. En dit is er een van. En ik hoop dat Rob Scholten dit ziet. En daar gaat de telefoon. Zou je hem hebben? Zou je Rob Scholten hebben? Ik hoor de telefoon gaan. Nou, bedankt voor het gesprek. Maak je kussen. Zo. Het was weer ontzettend leuk om bij u te zijn. Ja, ik vond het ook een heel fijn gesprek. En ik pak straks de telefoon wel op, anders spreken ze wel in. Wat een fijn gesprek, hè? Tot het volgende gesprek dan. Vanwege de rechten heb ik de foto's niet laten zien. Maar u kunt het fotoboek bestellen via Facebookpagina Rob Scholten 60. Dank u wel voor uw aandacht.